Goedendag. Eerst en vooral bedankt aan de organisatoren om mij te hebben. Het is altijd leuk om als laatste spreker na een intense dag te mogen spreken. Ik voel mij precies een veiligheidsagent. Het is de eerste keer dat ik zo gesofisticeerde apparatuur opgespeld krijg. En u zult zien aan mijn presentatie dat die ook iets traditioneler is dan de vorige, omdat ik eigenlijk pas 6 maanden PowerPoint gebruik van Microsoft. Maar er zijn veel betere open source systemen, zeggen ze mij altijd als ik zo'n PowerPoint gebruik. Dus ik wil beginnen met een plezante grafiek. Omdat ik laatste spreker ben en omdat naar het schijnt om de aandacht te houden 10 slides het maximum is dat je mag gebruiken. Want nadien dus krijg je het effect van, oké, dat veel mensen al voelen in de zaal. Nu, ik ga beginnen met een sombere noot. U weet dat de titel van het boek die 2 jaar geleden, een kleine 2 jaar geleden verschenen is, De Wereld Redden met Peer-to-Peer naar een postkapitalistische samenleving, dat wel gebaseerd is op een niet vrolijk perspectief, dat is dat niet de wereld om zeep gaat, maar wel de mensen die op de wereld leven. En vorig weekend stond er in de Standaard een studie, dus van een Zweeds studiebureau. Ik heb het in het geheel aangeduid, want mijn geheugen is tegenwoordig dat van een goudvis. Dus we hebben 12.000 jaar geleden het begin van het Holoceen. En normaal gezien zouden onder gelijke omstandigheden nog 15.000 jaar in een redelijk stabiel klimatologisch en systeem kunnen leven. Alleen heeft de mens daar een stokje voor gestoken en we zijn dus echt de planeet aan het vernietigen. Tenminste, de planeet zoals ze leefbaar zou kunnen blijven voor onze soort. En dus de Resilience Center van Stockholm heeft dus 2009 een rapport gepubliceerd, de Planetary Boundaries, die onlangs geüpdated is. En aan de hand van 9 indicatoren kijkt men dus in welke mate dat cruciale zaken voor het overleven van onze soort al dan niet in gevaar, in een gevarenzone zit. En eigenlijk op 2 punten hebben we die al overschreden. Dus er verdwijnen enorm veel soorten, diersoorten, plantensoorten. Daar zitten we eigenlijk al in een rode situatie, een gevarenzone. En op andere, bijvoorbeeld wat de klimaatproblematiek betreft, de opwarming van de planeet, zitten we in een gevarenzone. De Noam Chomsky, ook niet de meest vrolijke Hans van de wereld, ja, die zegt al heel zijn leven dat de menselijke soort bedreigd is. Dus eerst was het de nucleaire holocaust, maar nu is het ook meer en meer de klimatologische holocaust. Maar er zijn toch veel wetenschappers en ook denkers zoals Jeremy Rifkin, die onlangs nog, die ook in de presentatie van Thomas naar voren is gekomen, die ook zegt van eigenlijk de mensheid staat op een cruciaal moment. Echt het overleven van de soort staat op het spel. En dat klinkt heel dramatisch en dat klinkt zelfs soms een beetje religieus, want er zijn zo van die secten die altijd het einde van de wereld voorspellen. En dus ik wil daar niet aan meedoen. Maar bon, als je objectief de staat van een planeet bekijkt, dan moet je toch vaststellen dat, en dat is een andere dia die ik vergeten was, dan moet je toch vaststellen dat we dus in een zeer precaire toestand aan het bewegen zijn. En ik denk dat we die discussie dan ook moeten voeren in het achtergrond van ons normale denkpatroon, de manier dat we nadenken over de maatschappij, over de economie, over de politiek, dat we ergens moeten denken in een ander kader. Dus Thomas heeft de professor transitiekunde Jan Rotmans genoemd. We leven niet in het tijdperk van verandering, maar in de verandering van tijdperk. By the way, dat is niet origineel van hem. Hij citeert iemand anders, maar ik ben de naam kwijt, Goudvis. En ook ik in mijn presentatie maak gebruik van andere denkers. Bijvoorbeeld, dit heb ik gepikt van Frédéric Laloux, ook een Belg. En die heeft een heel interessant boek geschreven over Reinventing the Organization. Omdat je dus doorheen de sectoren en doorheen de wereld een nieuw type van management en organisatie vindt, die volgens mij te maken heeft met de netwerktechnologie, die eigenlijk niet meer top-down opereert, maar echt in horizontaal.
Voorbeeld is buurtzorg in Nederland, maar ik heb geen tijd om dat allemaal uit te wijden. Maar dus hij begint zijn lezing, en dat heb ik gepikt van hem, met Aristoteles. Dus Aristoteles zei 350 jaar voor Christus dat vrouwen minder tanden hebben dan mannen. Nu aan de foto van Don French te zien, weet iedereen dat is niet waar. Maar het heeft 2000 jaar geduurd voor er iemand op het idee kwam, we gaan het stellen. Tot begin van de Renaissance, dus het ontstaan van de wetenschap en het werken met hypotheses, aanvaarde men de autoriteit van Aristoteles. Vrouwen hebben minder tanden dan mannen. Nu, we lachen daarmee, we weten dat dat allemaal niet waar is. Maar Frédéric Laloux heeft een andere anekdote. En dat is namelijk het volgende: als ik de vraag stel, hoeveel breinen hebben we? Hoeveel zou het geantwoorden? 1, 2, 3. Gelukkig wordt ook Frédéric Laloux altijd bekender. Dus effectief, we hebben 3 breinen. We hebben dus het brein dat we allemaal kennen, hè, in ons hoofd. Maar we hebben ook een brein in ons hart, de grootte van een rat. En we hebben een brein in onze ingewanden, de grootte van een kat. En het is pas in de eind jaren 90, dat men die herontdekt heeft. Nu, men heeft die ontdekt in 1860 met de anatomie. En tja, wat is dat? Ja, we weten het niet. We besteden er geen aandacht meer aan. Het is pas eigenlijk met de opkomst van de netwerkeconomie of netwerktheorie en het idee van de gedistribueerde intelligentie en de collectieve intelligentie dat men terug dat brein in het hart en in de ingewanden onder de loep heeft genomen. En het zijn effectief 3 onafhankelijk van elkaar opererende breinen die ons besturen. Dus, maar het idee was, er is 1 chef, dus onze kop bestuurde ons lichaam. En in feite zou het ons niet mogen veranderen, want in elke taal in de wereld gebruikt men het buikgevoel. Mijn hart zegt me dat. Het is vandaag ook al gezegd, ik krijg een warm hart. Hè. Nu, er is een biologische basis. En dus omdat we hebben te maken effectief met een paradigma shift, maar ook in het denken ontdekt men veel zaken die dus de verlichting, laten we zeggen, het aanvaarden van blinde autoriteit van de godsdienst of van bepaalde grote denkers, allee, in twijfel trokken. We merken dus ook in de moderne wetenschap dat heel veel postulaten van de verlichting eigenlijk niet meer kloppen. Het economisch denken van Adam Smith. Geert heeft het al gehad, dus over Daniel Reilly en Kahneman. Er is ook George Lakoff, die dus ontdekt heeft dat alle postulaten over het menselijk denken van de verlichting eigenlijk niet kloppen. En om één voorbeeld te geven, het rationeel denken, we weten wat we denken, ik denk dus ik ben. 98% van ons denken is onbewust. Het is maar 2% die eigenlijk lineair is. En vandaar dat mensen ook een ander denkkader hebben, want alle onze ideeën die we hebben, zijn fysisch aanwezig in ons brein. En de rechtse politici zijn in feite veel beter in het manipuleren van de psychologie van de mens dan progressieve politici die nog altijd zich baseren op de ideeën van de verlichting. Nu, dat was eigenlijk het begin, maar ik ben direct overgegaan naar het dramatisch verhaal van de staat van de planeet. En het is duidelijk dat er mensen zijn, meer en meer mensen zijn zich bewuster van. Maar als we kijken naar de politiek, als we kijken naar veel bedrijven, dan zit hij nu altijd in die redenering. Dus we hebben al deze problemen. Maar ja, moest dat nu eens allemaal niet waar zijn, dan vechten we voor een betere wereld, voor niks. Nu, peer-to-peer. Ik zal proberen aan te knopen bij de vorige sprekers, want ik denk dat we vanmiddag echt een heel goed beeld hebben gezien van verschillende aspecten. En eigenlijk via de netwerktechnologie zijn we begonnen met open kennis. Dus een bekende voorbeeld, de Wikipedia. We hebben de open source software, zoals Linux. En we hebben nu ook open source design, zoals de Wikispeed. Nu, ik denk dat het belangrijk is, wanneer we spreken over peer-to-peer, dat we heel duidelijke definities hanteren. Want bijvoorbeeld, er wordt gesproken over de peer-to-peer economie en dan verwijst men naar Airbnb of naar Uber.
Dus sorry, Airbnb en Uber heeft niks te maken met peer-to-peer. Dat heeft te maken met verkoop-economie of huur-economie. Maar dat heeft niet te maken met delen. Dat is ook geen sharing-economy. Men verkoopt bestaande infrastructuur aan mensen en het platform zet zich tussen vraag en aanbod en neemt meer en meer van de koek tot zich. Hè. Dus wat wij bedoelen met peer-to-peer, vanuit de Peer-to-Peer Foundation, dat is dat vandaag door de netwerktechnologie het mogelijk is om zonder toestemming te communiceren met om het even wie in de wereld en ook om samen waarde te creëren. Maar die waarde wordt niet gecreëerd voor de markt, die waarde wordt gedeponeerd in een commons. Dus de digitale commons, de commons van kennis. Je hebt ook open kennis rond landbouw, open kennis rond om het even welk onderwerp. De Peer-to-Peer Foundation zelf is een open kennis over peer-to-peer. Code, dus dat is eigenlijk de norm geworden in de softwarewereld. Je hebt dus mensen die samenwerken aan bijvoorbeeld Linux. Linux is gratis, kan niet verkocht worden. Maar er ontwikkelt zich wel een markt rond Linux. Bijvoorbeeld IBM, dat is nu een grote speler. Dat is in feite een traditioneel kapitalistisch bedrijf. Die heeft zich omgevormd tot een soort consultancybedrijf van software. Want de software bestaat, maar hij moet aangepast worden aan uw bedrijf. Er moet les rondgegeven worden en zo verder. Dus er is een markt rond Linux. Maar eigenlijk krijg je geen andere logica, want bedrijven en individuen samen produceren iets dat voor iedereen vrij beschikbaar is. Dat is geen kapitalistisch mechanisme, dat is eigenlijk al een postkapitalistisch mechanisme. We gaan dus samen dingen creëren en we gaan dat beschermen tegen privatisering met speciale licenties. En dan sijpelt het door dus van kennis naar code naar design. Dus vandaag zijn er 32.000 open heart design projecten aan de gang. Thomas heeft Wikispeed gebruikt. En dat is een mooi voorbeeld, maar het is een van de 26 open source auto's die nu bestaan. En het is een heel interessant project, omdat het in feite voor de eerste keer is dat een auto ontwikkeld werd door een 80-tal ingenieurs in 12 landen, die dus samen via internettechnologie een ontwerp van een auto maken. En het is modulair, dus men gaat het project opdelen in verschillende onderdelen. En per onderdeel kan men met een kleine groep eraan werken. Denk Dunbar, je kunt maximaal met 150 mensen werken. Wel, dat principe van werken in kleine gemeenschappen kan toegepast worden in heel ingewikkelde en grote projecten. Bijvoorbeeld de Wikipedia, encyclopedie, de gemiddelde bijdrage per artikel is maar één. Dus veel artikels, er zijn miljoenen artikels, worden geschreven door één iemand. En dan heb je anderen die wel dat grotere groepen rondwerken en met elkaar in debat gaan en zo verder. Maar het zijn dus, in Linux geloof ik dat de gemiddelde kern rond een bepaald aspect van software 4 is. Dus je kunt dergelijke heel ingewikkelde producten maken. En wat heel interessant is, het is in feite een open systeem waarbij dan mensen vrijwillig bijdragen naar gelang hun talent, naar gelang wat ze zelf willen doen. En vandaar is het dat het ook hyperproductief is. Maar we zitten in de immateriële wereld. En je kunt dus bijdragen als vrijwilliger, maar je moet nog altijd je brood verdienen in de reële kapitalistische economie. Dus het systeem is niet self-sustainable. Maar vandaag zien we wel dat er wereldwijd geëxperimenteerd wordt. Want dezelfde manier of dezelfde logica die nu bestaat in al die open kennis, design en codeprojecten begint ook door te sijpelen naar de productie. Maar de keer dat we productie zeggen, ja, dan zeggen we schaarste en dan zitten we in een andere logica. Maar wat we wel merken, en dat zijn eigenlijk, laten we zeggen, pilootprojecten die vooral gedragen worden door jonge mensen, dat zijn de hackerspaces, de makerspaces, waarin dat men dus gemeenschappelijke infrastructuur gaat delen. Een Wikispeed auto kan gemaakt worden door in 8 uur in een microfabriek. Dus die worden gemaakt dus via 3D-printers en andere apparatuur. Dus het idee dat je auto's moet maken in grote fabrieken met duizenden arbeiders, dat is eigenlijk het oude denken. Nu kan je eigenlijk een auto maken, een gesofisticeerde auto, in een kleine microfabriek de grootte van een garage. Natuurlijk
Ik denk dat het ongeveer $40,000 aan apparatuur vergt om het te maken. Je kunt eigenlijk dat bekomen via crowdfunding, kunt je kapitaal verzamelen bij het grote publiek. Je hebt ook geen gigantische kapitalen meer nodig om dergelijke micro-factories te vervaardigen. Nu, dit is een heel afschrikwekkende dia, maar ik heb ze toch expres erin gestopt. En in feite is het een alternatief van de voorstelling die Thomas gemaakt heeft. En ik wil even terugkomen op dus... We worden geconfronteerd met allerlei fenomenen. Dus niet, zaken die vroeger niet bestonden. YouTube is nu 10 jaar oud. Het is moeilijk uw wereld voor te bestellen waarin dat YouTube niet zou bestaan. Facebook, Twitter, dat zijn allemaal zaken die ons leven eigenlijk dagelijks beginnen te beïnvloeden. Of bij sommige mensen zeer aanwezig zijn. En die 10 jaar geleden niet eens bestonden. En men spreekt, er is een enorme spraakverwarring. En er zijn ook heel veel termen. En bijvoorbeeld Jeremy Rifkin spreekt over de collaborative commons. En dus ook hij heeft een perspectief van binnen 30 jaar is kapitalisme niet meer dominant. Maar krijgen een systeem die zich vooral gaat afspelen rond de productie van gemeenschappelijke waarden in de commons. En daar rond krijgt hij dan een marktsysteem. Waarin dus dat er grote parallellen zijn tussen Rifkin en Michel Bowens. Maar om even terug te keren, dus dat is een schema van Michel Bowens. Dat is... Ah, maar ik heb een beamer. Ik heb zo... Misschien dat werkt. Dus heeft, Michel Bowens heeft de peer-to-peer systemen ingedeeld in 4 kwadranten. En je hebt enerzijds gecentraliseerde systemen, zoals Facebook. Je hebt dus een centrale controle over het peer-to-peer systeem. Maar Facebook maakt wel peer-to-peer contacten mogelijk tussen de gebruikers. Dus ik kan bevriend worden met iedereen in de wereld op Facebook, enfin, de lid is van Facebook. Ik kan groepen oprichten, ik kan revoluties maken, enfin, dat is boutade. Er wordt gesproken over Twitter-revolutie en Facebook-revolutie. Enfin, het is een snellere manier om mensen op de hoogte te brengen dan de pamfletten van in de jaren 60. Maar dus de Facebooken en de Googles en de IBM's van deze wereld, dus wat Michel Bowens netarchisch kapitalisten noemt, dat zijn dus kapitalistische bedrijven, beursgenoteerd, met het oogmerk op dus winst. Natuurlijk, wanneer dat je dus gecentraliseerd en winstgericht, hè, dan heb je de gedistribueerde systemen, peer-to-peer systemen, maar die ook winstgericht zijn. We hebben het over Bitcoin gehad. Vroeger zat ook Airbnb. Ik denk in het boek dat Airbnb nog altijd in dat kwadrant zit. Ik ga het met mijn vinger doen en niet met de ding. Nu, in de laatste jaar merk je dus dat systemen die hier aanwezig waren, massaal ook vluchten naar boven. Je krijgt dus een ontzettende vlugge monopolisering van die platformen. Dus Airbnb is dominant, Facebook is dominant bij de sociale netwerken. En de keer dat ze er zijn, zijn ze heel moeilijk nog te verslaan. Maar dus de DNA dat we in die systemen steken, dus het ontwerp van de technologie is heel belangrijk. Bitcoin, we hebben het er al over gehad, is ontworpen als een systeem, dus dat in feite geld moet opbrengen voor degenen die bitcoins bezitten. Dus er is, ik dacht dat 24 miljoen was en geen 12 miljoen, maar fijn, dat is niet belangrijk. Het is een algoritme die bepaalt dat je niet meer dan 24 miljoen bitcoins kunt maken. Je kunt ze wel delen tot 8 cijfers na de comma. Dus hoe meer dat het gebruikt wordt, hoe meer dat de waarde van de bitcoins stijgt. En dus degenen die het ontworpen hebben, van in het begin konden ze vrij gemakkelijk bitcoins maken. Maar hoe langer dat, hoe meer dat bitcoins dat er gemaakt worden, hoe moeilijker dat is. En hoe meer computerkracht dat je nodig hebt om nieuwe te maken. En dus de early birds, die zijn schatrijk nu. Een van de early birds, dat is de gebroeders Winklevoss. Dat zijn die twee van de social network van Facebook, die dus nu bitcoin miljonairs zijn. En de Gini-coëfficiënt, dus de ongelijkheidscoëfficiënt van bitcoin, is effectief veel hoger dan van de fiat currency. Dus het ontwerp van die systemen is determinerend voor de uitkomst. En vandaar dus dat wat wij met de Peer-to-Peer Foundation meer aandacht voor hebben, dat zijn die twee systemen die dus gericht zijn op gemeenschapsvorming. Dus niet, geen winstmotief, maar een sociaal doel. En daar heb je ook... En hier is de, laten we zeggen,
de polarisatie gaat tussen die distributed, want dat is eigenlijk een slechte dia. Distributed staat hier, hier staat lokaal en boven staat globaal. Lokaal, we hebben al veel voorbeelden gezien vandaag. Bijvoorbeeld, ik denk aan initiatieven zoals geefkasten, stadslandbouw, deelauto's, maar dan op plaatselijk vlak. Het delen van bestaande infrastructuur, maar niet met een winstgevend doel. Er is een verschil wanneer je als buurt een boor deelt van ik heb geen gat nodig, ik heb een gat nodig. Dus dat idee uitgebreid tot om het even welk item dat je kunt gebruiken. Engage in Gent is een heel interessant systeem. Het is gewoon, niet iedereen heeft een auto nodig voor de deur. Als we genoeg auto's hebben om te delen, dan gaan we de kosten ook delen. Dus dat is een totaal ander mechanisme dan Uber, die dus bon is gewoon, ik betaal voor mijn rit. En het ergste van Uber is dus dat het platform meer en meer geld eist. Maar er is een interessante ontwikkeling bezig wat dat Uber betreft. Bijvoorbeeld in Seoul is de taxidienst verboden. Maar met de steun van de gemeente kreeg de taxidiensten een eigen app. Dus het positieve van Uber wordt in feite aangeboden aan de bestaande sector. En in de Verenigde Staten heb je nu, zoals in het begin van de arbeidersbeweging, mensen worden uitgebuit, mensen verzetten zich. Dus je krijgt een organisatie van Uber-chauffeurs. En met de steun, dus ik heb 2 weken geleden een artikel gelezen, dus met de steun van de trade unions, dus van de vakbonden, die komen op 2 manieren tussen. Dus ze verenigen de taxichauffeurs zodanig dat hun beroep beschermd wordt door de vakbond. En ten tweede helpen ze de taxisector zelf een coöperatieve op te richten, waardoor dus dat ze hun eigen app kunnen gebruiken. Want uiteindelijk die technologie is niet zo duur. Uber investeert niet in een wagenpark. Airbnb investeert niet in hotels. In feite zijn dat parasitaire systemen die steunen op wat is. Bestaande infrastructuur gebruiken, wel vraag en aanbod bij elkaar brengen, zich daartussen gaan zetten. Hetzelfde met crowdsourcing, vandaar dus het destructieve karakter van die systemen binnen de bestaande economische logica. Bon, als we dit scenario volgen, dan gaan we geen mooie wereld tegemoet. Want mensen die dus afhankelijk zijn van hun inkomen van die platformen, worden niet beschermd, hebben geen sociale rechten. En we gaan terug naar het systeem van de 19e eeuw. Ik denk, bijvoorbeeld in Nederland, heb je de opkomende ZZP'ers, dus zelfstandigen zonder personeel. Dat zijn dus mensen, kenniswerkers, die niet meer aan bod komen in het salariaat, geen normaal arbeidscontract meer hebben, noodgedwongen of soms ook vrijwillig. Veel jongeren die niet meer willen werken voor een bedrijf, maar zelf iets beginnen, maar die zijn kwetsbaar. Wat doen die? Die gaan elke maand 25 euro in de pot leggen. En als ze ziek zijn, krijgen ze 750 euro van de gemeenschap. Dat zijn groepen, de broodfondsen, van 100 tot 150 man. Oké, dat is wat de arbeidersbeweging deed in de 19e eeuw. Dat is het ontstaan van de mutualiteiten, het ontstaan van solidariteitsmechanismen vanuit de arbeidersbeweging, die dan vooral gemeend zijn geweest na de Tweede Wereldoorlog, de staat heeft het overgepakt, en die nu onder druk staat overal in de westerse wereld. En nu krijgen we nieuwe solidariteitsmechanismen binnen die kenniswerkers die gebruik maken van peer-to-peer. Dus die werken niet meer in een groot bedrijf of zelfs een klein bedrijf. Die werken als zelfstandigen en die zijn georganiseerd in netwerken. Ik moet wel zien hoeveel tijd dat ik heb, want een keer dat ik bezig ben. Ja, veel? Oké. Dus, we zaten dus hier, al die plaatselijke initiatieven. Er is een hele beweging ook rond transition towns. Dus er zijn mensen die in feite denken van de planeet gaat om zeep. We moeten ons wapenen tegen het feit voor het moment dus dat er energieschaarste ontstaat. Dus dat we in feite op ons eigen kunnen verder leven. Via bijvoorbeeld energiecoöperatieven en zo verder. Maar dit is niet genoeg. Dus je moet ook een globale oriëntatie hebben. Omdat alles is globaal. Dus de multinationals zijn globaal. Er zijn globale wereldorganisaties. En dus het is noodzakelijk, denken wij, dus dat je ook vanuit de peer-to-peer wereld globaal gaat organiseren.
En dus de voorbeelden van de globale projecten, zoals Wikipedia, zoals de open hardware projecten, zoals de Wikispeed en zo verder. We zitten hier nog altijd op het terrein van de digitale immateriële commons. Er is geen markt, want het is dus tot in het oneindige dupliceerbaar. Dus als je iets maakt dat digitaal is, een keer dus dat het er is, kun je tot in het oneindige kopiëren tegen zeer marginale kost. En in de wereld van de overvloed kun je geen winst maken, er is geen markt. Een ander verhaal wordt wanneer dat je het gaat produceren. Dus, en dan zit je weer in een conflict met het bestaande systeem. De Wikispeed, dus het idee van de ontwerpers van Wikispeed, dat is om eigenlijk het design, kan wereldwijd gedownload worden, maar dan moet je de wagen nog produceren. Belangrijk element ook, als je produceert voor Wikispeed, je produceert niet voor de markt. Dus het design is eigenlijk duurzaam. Je gaat proberen te werken met de beste materialen. Je kunt een sportauto omvormen tot een tractor, want het is zoals een Lego-doos. Dus je kunt er een gezinswagen van maken en zo verder. Er zijn veel projecten. Je hebt ook de Fairphone, die dus probeert een duurzame telefoon te ontwikkelen. En die dan via crowdfunding kapitaal bijeenbrengt om die daadwerkelijk te gaan produceren. Maar natuurlijk, als je dat wilt opschalen, dan heb je geld nodig. Traditionele banken, zelfs Triodos, zijn niet geïnteresseerd. Want het verdienmodel in ons systeem is in feite intellectueel eigendomsrecht, IP, copyright. Als je kijkt naar elk industrieel product, er is een studie geweest in de jaren 80 van Margaret Kennedy, 45% van alles dat geproduceerd wordt, is in feite rente dat betaald wordt aan de geldschieters. Tweede aspect, het transport. De transportkosten, in termen van niet van geld, maar van energie en materiaal dat er gebruikt wordt om de goederen te transporteren, zijn 3 keer zoveel als de productiekost. Want in onze wereldeconomie, we verschepen zaken 10 keer rond de wereld, assembleren, onderdelen die op 5 verschillende continenten worden gemaakt, een enorme verspilling. Natuurlijk, in het kapitalisme worden de externaliteiten niet gerekend in de prijs. Dat is voor de maatschappij, dat is voor de overheid of voor de gebruikte derde wereld, waar dat al die reglementeringen niet bestaan. En 3, dus je hebt de copyright, de rente en de transportkosten. Wanneer dat je produceert via een peer-to-peer systeem, de copyright bestaat niet, want het is open en beschikbaar voor iedereen. Omdat het zwaar is, dus het idee is dat je globaal de projecten concipieert, samenwerkt om de ontwerpen te maken, maar dat je lokaal produceert. Dus we spreken over een herindustrialisering van de westerse landen die nu heel de productie hebben geëxporteerd naar de derde wereld. Maar wel vraaggedreven. De kapitalistische logica is, we hebben veel kapitaal nodig, we moeten de zaken zo goedkoop mogelijk produceren en de zaken moeten kapot gaan. Dus er is een geplande slijtage. En wanneer dat de mensen het niet willen, gaan we met veel reclame behoefte creëren, zodat ze het toch gaan kopen. In dit systeem gaat je naar een vraaggedreven systeem. Je maakt producten op basis van de vraag en dan kun je dat verbinden met cradle to cradle, je kunt het verbinden met het delen van, enzovoort. Dus het is een volledig andere benadering van uw productie. Ook economisch, en dat vind ik eigenlijk, kijk, als je spreekt over transitie, het is natuurlijk niet nieuw dat men spreekt over een transitie naar een nieuw systeem. Arbeidersbeweging had het over, we gaan het kapitalisme overpakken en we gaan het beter doen. Dat was in feite. En daarin heb je dan verschillende scholen, je hebt het marxisme moeten radicaal breken, een nieuwe staat opbouwen en weet ik veel, het reformisme, we gaan geleidelijk aan evolueren naar een betere maatschappij. En het anarchisme, geen staat, enfin, dat is in de notendop in feite de filosofie van het socialisme en van links. Het enige ontbrekende element, wanneer je het vergelijkt met de vorige kantelmomenten en de vorige overgangen van maatschappijvormen, dat is dat er geen nieuwe productiewijze is. Het is het overnemen van het bestaande. En alle voorgaande transitieperiodes zijn op een andere manier gebeurd. Waarin onder andere, ik heb hier nu een hele grote simplificatie naar voren gebracht. In feite kunt je 3
productiviteitsrevoluties onderscheiden. Begin van de beschaving, uitvinding van de slavernij. Ik heb u overwonnen, ik kan u doden, maar in ruil, we mogen blijven leven, maar dan werkt u voor de rest van uw leven voor mij. Je krijgt na Rome, het rijk kan niet meer groeien. De kost om te groeien is groter dan het profijt dat men heeft. Men heeft een relocalisering op de Latifundia. Slavenouders zeggen, oké, slaven, je moogt vrij, je moogt trouwen, maar ik ga u beschermen tegen die stoute barbaren of andere leenheren. En het werkt voor de helft voor u en de helft voor mij. Dus mensen zijn al gelukkiger. In het kapitalisme, de situatie van de arbeiders met hun verwezenlijkingen, na jarenlange strijd, was ook al beter dan dat van de lijfeigenen en zo verder. Peer-to-peer is hyperproductief. Dat het gedreven wordt door vrijwillige, passionele productie. De Wikipedia heeft de Encyclopedia Britannica verslaan. In de softwarewereld, Linux is in feite een systeem. Ja, zonder Linux was er geen internet. Zonder Linux was er geen CERN. Zonder Linux was er geen NASA. Dus alle servers, grote bedrijven die gebruiken Linux, die gebruiken geen Microsoft. Langs gebruikerszijde is Linux minder gebruiksvriendelijk. Ik ben geen techneut. Maar als je gewoon kijkt wie Linux gebruikt, ook Android is steun op Linux. En dat is in feite een open source software. Geen software die steunt op copyright en op patenten. Ik moet afronden. Ik wou nog iets zeggen over dus de kracht in feite van die peer-to-peer economie, die in zijn kinderschoenen staat, dus naakjes, en die tot nu toe vooral lokaal aan het opborrelen is. En dus het idee is om die lokale initiatieven ook te kunnen vertalen op macro-economisch vlak. En een van de eerste landen, of het eerste land, dat zo'n poging ondernomen is geweest met gemengde resultaten was Ecuador, waar dus Michel Bowens 6 maanden aan het hoofd heeft gestaan, dus van een ploeg, die in feite van Ecuador een open kennismaatschappij wil maken. Dus ik ga 2 voorbeelden geven om af te ronden. Het idee is, neem bijvoorbeeld, je hebt daar veel arme Indianen. De grote industrie heeft geen interesse om machines te produceren voor die arme boeren. Je hebt heel veel initiatieven, waarbij dus dat landbouwmachines in open source worden gemaakt. Dus het idee is om mondiaal samen te werken en machines te ontwikkelen die die Indianen nodig hebben om de grond te kunnen bewerken. En dat ze die zelf kunnen maken in fab labs, in microfabrieken. Ja. Een ander voorbeeld is onderwijs. Dus 90% van de laboratoriuminstrumenten bestaan vandaag in open source. Er is een boek uit, van vorig jaar, van Joshua Pierce. En al die materialen dat je nodig hebt in een laboratorium om aan wetenschappelijk onderzoek te doen, zijn 8 keer goedkoper in open source dan in de gepatenteerde machines. Dus ofwel kun je 8 keer meer labo's dus oprichten met hetzelfde geld. Dus 8 keer meer studenten kunnen gebruik maken van labo's. Maar natuurlijk, dat kun je uitbreiden voor alles dat gemaakt wordt. Dus het grote, een van de belangrijkste elementen is dat het dualisme tussen de staat en de privé, waarbij ons denken nog altijd in feite, waardoor ons denken nog altijd bepaald is, dat er nu een derde speler op de markt is, namelijk de civiele maatschappij die productief is geworden. Dus mensen kunnen via zelforganisatie zaken maken die performanter zijn dan zaken die de overheid maakt, de staat maakt of de privé maakt. En dat verandert het spel. Dat zal de politiek veranderen, dat zal alle organisaties veranderen. Die gaan moeten meegaan, zoals Rotman zegt, 3 op 5 zouden failliet gaan op termijn. Zoals ze bezig zijn, zoals ze nu bezig zijn. Dus we komen tot een nieuwe verhouding. Dus het idee is dat de staat evolueert van een betuttelende staat naar een partnerstaat. Dus een staat die eigenlijk de mensen in staat stelt om aan autonome productie te doen. Dan zit je ook in de discussie van basisinkomen en weet ik veel, die buiten dit kader vallen. En om af te ronden, dus het idee dat Michel Bowens eigenlijk als nutshell naar voren brengt, dat is globale samenwerking
voor alles wat dat licht is. En plaatselijke productie, dus voor alles dat zwaar is. Het leidt het ei van Columbus, het is natuurlijk veel gecompliceerder dan dat. Maar het is gewoon een denkrichting dat ik denk dat we echt gaan moeten doen om naar een andere manier, om te gaan met onze economie en onze ecologie. Dank u.